gezellig dat jullie er weer zijn. Ik ga verder waar juffrouw Mann is gebleven. En het hoofdstuk heet Rock and Roll. Wat is dat? Roept Leo. Toeters uit Leo's voeters? Dolfje lacht. Ik weet het al, Leo. Dit heb ik vanmiddag gezien. Het is een soort looppiano met heel grote toetsen. Die zitten gewoon in de grond. Speciaal voor kleuters. Kunnen zij leuk muziek maken? Leo gromt. Leo is echt geen kleuter, hoor. Wegwezen hier, mompelt opa Weerwolf. Dadelijk komt de bewaker op jouw herrie af. Herrie, zegt Leo. Leo maakt mooie rock en roll met zijn voeters. Dolfje kijkt even boos naar Leo. Wij moeten Noora vinden. Daarvoor zijn we hier. Sorry, mompelt Leo. Snel lopen ze de kleuterspeeltuin uit. Ze komen uit op een plein. Nu moeten we echt Noora gaan zoeken, hoor, zegt opa Weerwolf. Ze kan overal in de Efteling zijn. Dolfje zucht. Ja, overal. De Efteling is zo groot, vinden we haar wel ooit? Timmy legt zijn arm om Dolfje's schouders. Natuurlijk vinden we haar, Dolfje. Hij kijkt naar opa Weerwolf. Zullen we 2 groepen maken? Dolfje met mij en Leo met u? Opa Weerwolf kijkt peinzend naar Dolfje. Jij alleen met Timmy in een nachtefteling? Is dat verstandig? Durven jullie dat wel? Opa, ik ben een weerwolf hoor, zegt Dolfje. De nacht is mijn speeltuin. Timmy knikt heel hard. En ik ben zijn grote broer. De broer van de weerwolf, zeg maar. Opa Weerwolf kijkt hen diep in de ogen. Dan legt hij zijn klauw op Dolfjes kop. Goed idee. Wij splitsen op. Dat is de snelste manier om Noora te vinden. Even kijkt opa Weerwolf om zich heen. Weet je wat, Dolfje? Wij gaan linksaf. Daar zijn 8 banen en dat soort dingen. En Leo en ik gaan daar zoeken naar Noora. En meteen klapt Leo in zijn klauwen. Nachtbaners, joepsie! Leo is dol op nachtbaners. Dan kun je in de nacht lekker afglijden naar omlaag. En naar omhoog. En Leo, stil nou even. We zijn hier niet voor onze lol. We zijn voor Noora. Leo knikt beschaamd. Sorry, opie. Jullie gaan rechtsaf, gaat opa Weerwolf verder. Daar moeten jullie Noora zoeken in het sprookjesbos. Oké? Prima, opa Weerwolf, zegt Dolfje. Timmy en ik weten de weg. We zijn hier vandaag nog geweest. Dan zien we elkaar straks weer hier bij de geheime poort. Hoop ik. Wees voorzichtig, Dolfje, zegt opa Weerwolf. De Efteling is 's nachts anders dan overdag. Sprookjes zijn bijzonder. Niet alles is wat het lijkt. En kijk uit voor de heksen. Blijf uit hun buurt. Dolfje knikt. We zullen oppassen, opa. Hij kijkt omhoog. Daar staat de volle maan. Wolken drijven er in dunne slierten langs. En Dolfje ziet nog iets. Een magere gestalte op een bezemsteel. Er klinkt een harde gil. Opa Weerwolf, kijk daar! Wat is er, Dolfje? Vraagt Timmy. Schrok je van die vogel? Oh, vogel? Timmy wijst omhoog. Die raaf. Langs de volle maan vliegt een zwarte vogel. Geen heks te zien. Geen bezemsteel. Het was een raaf. Niet alles is wat het lijkt. Dat zei opa Weerwolf al. Hé, opa, ik vergiste mij, wil Dolfje zeggen. Maar opa Weerwolf en Leo zijn al weg. Kom, wij gaan die kant op, zegt Timmy. Misschien is Noora verdwaald in het sprookjesbos. Zwijgend lopen ze door het bos. Wat ben jij stil, Dolfje, zegt Timmy. Dolfje geeft geen antwoord. Hij voelt iets raars in zijn maag. En opeens komt er een kreet uit zijn keel. Woehoe! Wauw, Dolfje, zegt Timmy. Goeie weerwolfkreet.
Zo hoort het. Weerwolven huilen naar de maan. Echt cool. Dolfje zegt niets. Hij kijkt stil naar Timmy. Dolfje, wat is er? Vraagt Timmy. Tranen? Waarom? Dolfje snift. Hij veegt met zijn klauw langs zijn neus. Hij duwt zijn brilletje omhoog en wrijft in zijn ogen. Ik kreeg opeens een erge gedachte, Timmy. Is Nora wel hier? Stel dat we haar niet vinden. Dat ze ergens anders is. Helemaal alleen. Hoe moet het dan? Timmy legt zijn arm om Dolfjes schouder. Kom op, Dolfje. Natuurlijk is Nora hier. En wij gaan haar vinden, hoor. Ze lopen verder door het park. Het wordt weer donker. Alleen een randje van de maan schijnt van achter een zwarte wolk. Waar zijn we nu? Vraagt Timmy. Ik zie allerlei rare dingen. Dolfje tuurt naar de donkere vormen die stil om hem heen staan. Wacht eens. Ik weet het, Timmy. Dit is het plein met al die draaimolens. Daar ben ik vanmiddag nog geweest met mijn klas. Nou, ik niet hoor, zegt Timmy. Wij waren bij de Python. Die grote achtbaan, weet je wel? Veel cooler. Draaimolens zijn voor kleuters. Gromt Dolfje. Natuurlijk ben jij geen kleuter, Dolfje, zegt Timmy gauw. Ik bedoel alleen maar... Op dat moment waait een koude wind over het plein. Woesh! Dingen beginnen opeens in het donker te bewegen. Timmy grijpt Dolfjes arm beet. Bang kijkt hij om zich heen. Dolfje, wat is dat? Roept hij. Wat gebeurt er? Spannend, hè? Juf Amanda gaat morgen verder met het vervolg van het verhaal. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag vandaag. Doei!